Er zijn nog een paar leuke woorden, onder andere geefkast en belbos. Geefkast en belbos, wel Stef. Die twee leuke woorden die maakten ons enorm nieuwsgierig. Dus gingen wij eens op zoek naar de betekenis. Een belbos is een bos dat wij met Curieus hebben geplant. We hebben 10.000 gsm's ingezameld. En met die opbrengst gaan wij eigenlijk bomen planten over heel het land. 10.000 bomen, dus 1 gsm voor 1 boom. In januari 2012 hebben wij een artikel gevonden in de krant waarin dat stond dat slechts 1% van alle gsm's wereldwijd gerecycleerd wordt. En eigenlijk is dat dus nog een gigantisch groot aantal gsm's die te recycleren zijn, want die zitten vol met edele metalen die perfect hergebruikbaar zijn. Dit is niet het enige belbos in Vlaanderen, dit is wel het eerste belbos in Vlaanderen. We hebben ook nog een belbos in Kasterlee, in Deelzo-Stokkum. En we planten nog een belbos in West-Vlaanderen en in Vlaams-Brabant. Wij zijn met Curieus ongelooflijk trots dat belbos het woord van het jaar kan worden. Zeker omdat selfie volgend jaar is iedereen dat vergeten. En binnen 200 jaar staan die 5 belbossen er nog altijd.